Nijmeegse Kunstnacht vindt aankomend weekend voor de 8e keer plaats. In het centrum zijn 20 locaties ingericht waar bezoekers zich kunnen vermaken met onder andere kunst, muziek, literatuur en poëzie. De organisatie voor dit jaar ligt in handen van de culturele instelling Stichting Kunstvat. De jaarlijkse kunstnacht gaat zaterdagavond om 8 uur van start. In samenwerking met Concertgebouw de Vereniging wordt de openingsact dit jaar verzorgd door zangeres Nora Fischer bij de Barbarossa-ruïne in het Valkhofpark. Onder begeleiding van popgitarist Marnix Dorenstein opent Fischer de officiële start van de kunstnacht. MUZIEK.